Goedenavond. Mensen mogen mij een deugd niet vinden, maar ik wil niet dat ze denken hij deugde niet. 3 jaar lang voerde prins Bernhard in het diepste geheim 9 lange gesprekken met hoofdredacteur Pieter Broertjes en journalist Jan Tromp, beide van de Volkskrant. Dat kan u niet ontgaan zijn. Over zijn 6 dochters, over zijn vriendinnen, over zijn geld, over zijn verhouding tot zijn vrouw koningin Juliana, over de opeenvolgende minister-presidenten, over Lockheed. Over alles wilde Bernhard praten. Er was maar 1 voorwaarde, publicatie mocht pas na zijn bijzetting. Nou, welkom beiden. Gefeliciteerd. Ook al felicitaties van het Hof gekregen? Nee, wachten we nog op. Nee. Iets gehoord? Nee, ook niet. Nee. Ik zei net zo enthousiast over alles wilde Bernhard praten. Is dat ook zo, Jan Tromp? In beginsel wel, denk ik, ja. Maar hij heeft geen onderwerp genoemd op voorhand waarvan hij zei, daar wil ik niet over praten. Ja. En we hebben ook in de loop van die gesprekken geen onderwerpen ontmoet waarvan hij zei, het is wel goed met jullie. Misschien wel dat soms zijn geheugen hem wat in de steek liet. Zijn geheugen liet hem soms in de steek, dat heb je goed opgemerkt. Ja, bij zijn vermeende, moet ik dus eigenlijk zeggen, lidmaatschap van de NSDAP, waar hij wel op een lijst stond, dat kon hij zichzelf niet meer zo goed herinneren. Nee, dat weet hij wel. Nee, dat weet hij wel. Dat hij op een lijst staat. Ja, dat hij op de lijst stond wel, maar ja. Hij weet niet hoe hij erop kwam. Hij weet niet hoe hij erop gekomen is. Hij zegt, het kan niet, het bestaat niet, want ik heb het zelf niet gedaan. Ja. Was er nog een ander moment waar wat u opviel dat zijn geheugen hem in de steek liet, Pieter Broertjes? Nou, voor Lockheed had hij natuurlijk ook wel moeite om het allemaal precies nog op een rijtje te krijgen. Maar daar heeft hij zelfs wat aan gedaan, hè? Want hij twijfelde aan zijn eigen geheugen. Ja, hij had een beroepsgeheugen, dus selectief. Ja. Dat kwam uit die test. Dat heeft hij ons ook verteld. Ja, dat maakte ons weer wantrouwig, want we dachten, nou, dan, wat is dan de rest waard? Maar dat viel, eigenlijk vond ik eerlijk gezegd voor een man van eind 80, begin 90, een ijzersterk geheugen, toch? Nou, begrijp ik, want dat is niet het motto van het boek dat gelijk is uitgekomen met het artikel in de Volkskrant. Maar laten we zeggen, als ik het artikel van de Volkskrant neem, dan lijkt het een beetje een motto te zijn. Hè? Mensen mogen mij een deugd niet vinden, maar ik wil niet dat ze denken, hij deugt niet. Was dat ook een beetje de opdracht waarmee hij, denk je, het gesprek inging? Ik denk dat het wel een buitengewoon handige formulering van hem was. Ja. Ik denk dat hij voor zichzelf, dat is de reden geweest waarom hij dit interview gewild heeft. Ja. Hij was gefrustreerd over de gang van zaken en hij wilde niet het graf instappen als een schoft, als een boef, als een ploert. Welke rol neem je dan als journalist in? Want u zag hem, heeft u onlangs nog in Vrij Nederland gezegd, als een vader. Zag u hem ook als een vader? Nee. Ik had geen reden om dat te hebben. Nee, want u kende hem niet persoonlijk? Minder goed dan Pieter. En in ieder geval niet voor die gesprekken begon. De gesprekken was het eerste moment dat u hem ontmoette? Ja, zo is het. Ik heb Jan meegenomen op een gegeven moment in die gesprekken. Ja, waarom eigenlijk? Nou, omdat ik begreep inmiddels dat het een groter project zou gaan worden. En ik kende hem dus al wat langer. En ik vond het goed ook om een... het is goed om er met elkaar over te praten. Als je zo'n geheim opbouwt, dan, om dat 4 jaar voor jezelf te houden, dat lijkt me onmogelijk. Maar daarvoor hoef je niet per se mee. Nou, maar... Dat is ook niet aan de hand. Ik gun het dat je mee mag. Dat was natuurlijk niet de kwestie. Het heeft een hele andere voorgeschiedenis. Dat wij een interviewaanvraag hebben gedaan met z'n tweeën bij de prins. Ja. We willen met u terugkijken op 60 jaar Nederland. Bernhard en Nederland. En dat hij daar in eerste instantie ja tegen gezegd heeft. Omdat hij mij kende. En omdat hij er vertrouwen in had dat wij dat goed, tot een goed einde zouden brengen. En dat leidde vervolgens weer tot een nee van de Rijksvoorlichtingsdienst en een nee van Beatrix. En toen is met een soort U-bochtconstructie... Toen zijn we begonnen aan het project wat dan nu vandaag tot een einde is gekomen. Had u ook een soort rolverdeling in de gesprekken? Degene die een emotionele alliantie aanging en zelfs een soort vaderschap erin zag en degene die de journalist was? Pieter is warmer dan ik. Ja. Dus dat is een natuurlijke rolverdeling. Hij kwam eruit. Hij hoort ook niet zo goed, dus ik zat ook dichterbij hem. En ik schreeuwde af en toe die vragen in zijn oren, want dan verstond hij Jan niet. En Jan kwam altijd met het bandje binnen en met de microfoon en maakte dat klaar. En wat voor een ruimte zat u dan? In zijn werkkamer. En is dat een grote kamer? Nee. Dat is een hele normale, modale werkkamer. Maar helemaal vol met olifanten. Ja. En de olifantenkamer wordt hier ook genoemd. Ja, ja. En het is werkelijk tot aan zijn zakdoek is er olifant. Ja. Tot het de tafel stond ik helemaal vol. We konden bijna ons bijna onze papieren niet kwijt. Ja. En er zitten beide heren dan op een stoel? Er zit op een stoel. En de prins die zit ook op een stoel. Ja. En goed. Zoals wij hier nu zitten eigenlijk. Vrij informeel hoor. En niet bang geweest van straks komt opeens Willem-Alexander binnen of iemand anders? Nee, want die afspraken waren natuurlijk allemaal gepland. En in zijn eigen privé agenda, heel klein agendaatje. En daar kwam niemand tussen.
Maar de prins heeft toch ook nog wel zeg maar, een zekere mate van hofhouding om hem heen. Die toch ook wel weten van, hey, dat is nou, Tromp en Pieter Broertjes. Ja, natuurlijk. En de adjudanten en de lakeien en de particuliere secretaris. Ja. Die waren natuurlijk wel op de hoogte. Die kunnen zwijgen. Maar die hebben geleerd te zwijgen en die waren nooit aanwezig bij het gesprek. Dus als het gesprek begon, dan gingen de deuren dicht. Wat was het voor een sfeer? Ja, het was altijd bloedheet, meer dan 30 graden, dus we hadden het altijd verschrikkelijk. Dus het was altijd warm en vaak waren de gordijnen ook nog dicht. Dus het was winter of koud en dan was het heel gezellig. En want in de verhalen, zoals u ze hebt opgeschreven, dan van heb ik je al verteld dat ik ruzie had met de oude koningin? En, jij weet helemaal niet natuurlijk nog dat ik een tweede dochter heb. Wat was dat van toon? Nou, voor een deel was dat gekscherend, dat een pose? Absoluut. Zijn jullie niet op de hoogte van die tweede dochter? Dat is absoluut een pose, maar wel eentje die wij op prijs stelden. Dat waren we ook niet trouwens. En welke pose namen jullie dan aan? Ook zo van... wisten het niet, dus wij rolden van ons stoel. We keken elkaar af en toe wel zo aan en dan dachten we, dit gaat de goede kant op. Mijn deel was pose en voor de rest was het ook vergeetachtigheid. Hij vertelde verhalen in die verschillende sessies, ook wel twee, of ik meen zelfs dat we één verhaal drie keer opgedist hebben gekregen. Dat hoorden we dan beleefd aan. Ja, zoals u dat ook hebt opgeschreven, dat je dan op een gegeven moment weer terugkomt bij Lockheed, terwijl je er eigenlijk al heel erg lang over hebt gesproken. Dat de prins opeens weer over Lockheed begint. Hij was natuurlijk al oud, hij herhaalde dingen ook. En dat soms excuseerde hij zich daarvoor. En soms, dan moest je hem gewoon nog een keer luisteren. En dan hadden we het voor de tweede keer gehoord of voor de derde keer. Was het ook wel eens niet gezellig? Nou, we waren er meestal vroeg, hè? Want wij wilden graag rond om 10 uur altijd een afspraak maken, 's morgens. En dat vond hij te vroeg. En dan was hij wel eens een keer wat chagrijnig. Maar waarom wilt u dat zo vroeg doen? Nou ja, omdat we ook nog ons normale werk hadden. Dit was allemaal, we konden niet zeggen, we zijn de hele dag, waar? Op Soestdijk? Dat konden we niet zeggen. Dus we zeiden, we zijn morgenochtend wat later. En dan waren we toch alweer zo tegen 12 uur, 12:30 waren we weer op het werk. Ooit voor deze ontmoetingen van de uitdrukking my foot gehoord? Nee, maar ik vond hem wel geweldig. Ja. My foot, ik hang. Ja. Dus het was wel heel het was een hele beeldende man. Ja. Hele beeldende man. En hij is werkelijk, als je hem meemaakt, erg charmant. Hij neemt je, je mag ook zeggen, hij pakt je in. Hij neemt zich voor je in. Ja. Dus daar hebben we eerlijk gezegd wel van genoten. Het is een man met een zeer enerverend leven, waar hij nog veel over kon vertellen. Dat vertelde hij op een smakelijke manier. Dus het waren voor onszelf prettige sessies. Ja. En had hij voor zichzelf ook een agenda gemaakt van jongens, waar waren we ook alweer? Hebben we dit behandeld? Wij leidden hem door de historie. Ja. En wij stelden de vragen en hij gaf de antwoorden. En hij wist ook wanneer het klaar was. Op een gegeven moment was hij na een uur meestal, of 5 kwartier, soms 1,5 uur, was hij moe. En dan zei hij, ik gooi jullie eruit. En meestal kregen we altijd nog wel een glas witte wijn. En dan moesten we mee uitkijken, want dan kwamen we 's morgens al met drank op de krant op. Dus dat kon ook niet, maar... Ja, want hij dronk, begreep ik uit jullie verhalen, ochtends al een biertje. Hij gaat 's morgens aan het bier. En dan gaat in een grote pul bier staan, die voor de helft gevuld is. Verschaald bier, altijd dat te neergeslagen bier, zal ik maar zeggen. Ja, het was wonderlijk. Ja. Goed, we praten zo verder. Jarenlang deden de verhalen al de ronde. Bernhard was een rokkenjager en had buitenechtelijke kinderen. Na zijn dood is dat beeld nu bevestigd. Het andere beeld van het gelukkige gezinsleven op Soestdijk van de Polygoonjournaals. Wat is daar nou eigenlijk nog van over? De blijde aankomst voor het paleis des Gravenhagen, waar de verloofden door de koningin werden verwelkomd. Eindelijk alleen. Was het 100% liefde? De prins over zijn latere huwelijk in de Volkskrant. Een zeker percentage liefde, een zeker percentage aangetrokkenheid. Het was een challenge er iets van te maken. Woorden die de schriftelijke goedkeuring van de prins hebben gekregen. Toen kwam de oorlog. Daarin een liefdesaffaire. Neem de relatie die ik in Londen had tijdens de oorlog. Het eerste jaar vroeg ze, Juliana, heb je een vriendin? Ik zei ja. Tweede jaar, heb je nog dezelfde? Ik zei ja. Derde jaar, nog steeds? Ja, zei ik. Is ze echt zo aardig dat je haar na 3 jaar nog steeds hebt? Ik zei ja. Dan wil ik te graag ontmoeten. Mijn vriendin is toen elk jaar met ons mee gaan skiën. Als laatste gast verschijnt prinses Beatrix aan de lunch.
dan wil ik haar graag ontmoeten. Dat was typerend voor mijn vrouw. Zo reageerde ze, uit liefde voor mij. Koningin en prins zijn na hun aankomst overgestapt in de open auto van de stad New York, die bestemd is voor de grote intochten. De eerste onwettige dochter. Ze wordt zo'n 50 jaar geleden verwekt, woont nu in Amerika. Volgens de prins is ze een indirect product van de Greet Hofmans affaire. Want volgens het Juliana-kamp zou de prins Juliana in een psychiatrische kliniek willen laten opnemen en uit zijn op haar geld. De beschuldiging geld te stelen van je eigen vrouw, dat heeft iets kapot gemaakt. Ik heb haar gezegd, dat is de verklaring waarom ik deze dochter heb. Er komt een tweede onwettige dochter, Alexia. Haar moeder zei, luister eens, ik verwacht een baby, wat vind je ervan? Ik zei, ik vind het leuk, basta. Over Alexia zegt de prins, we zien elkaar minstens 2 keer per jaar. Met kerstmis worden cadeaus uitgewisseld. 1 keer is ze hier met haar moeder op Paleis Soestdijk geweest. Uit de reën der toeschouwers treedt dan plotseling prins Bernhard naar voren, die onder luide aanmoedigingen ook de kwekka gaat dansen. En hij maakt de nogal ingewikkelde passen vrijwel zonder fouten. Bernhard biecht het bestaan van de 2 meisjes aan Juliana pas op als de 2 al tieners zijn. Nadat wij weer goed waren, na die affaire rond juffrouw Hofmans, zeg midden jaren 70. Toen heb ik haar verteld over het kind in Amerika. Van het bestaan van Alexia heb ik haar verteld toen deze ongeveer 10, 15 jaar was. De laatste 5 jaar zagen Bernhard en Juliana elkaar nauwelijks. Zij verkeerden in de schemer van de dementie, hun laatste ontmoeting. Je kon aan haar gezicht zien dat ze me verstond. De zusters zeiden, u hebt haar happy gemaakt. Toen ik haar weer zag, was ze dood. Juliana's begrafenis heeft de prins meer gedaan dan hij had gedacht. Ik wist tevoren niet dat ik onder de indruk zou raken. Het was heel mooi. Ik vond het onverwacht uniek. Inmiddels is de prins zelf in het familiegraf bijgezet. Juliana, de prinsessen Beatrix, Irene, Margriet en Christina, ze hebben allemaal van zijn onwettige kinderen geweten. Waarom zou ik voor mijn familie een geheim hebben? Het zou toch flauwekul zijn? Ik heb geen flauw idee of ze het me kwalijk hebben genomen. Ik geloof niet dat ze er hoera over roepen. Pieter Broertjes, je mag je land niet verraden, maar je vrouw blijkbaar wel. Dat schreef Jan de Kwaai, minister van Oorlog, 1945, over de escapades van Bernhard. Er waren er veel mensen, voor zover u weet, die dat wisten op dat moment? Aan het hof denk ik wel, ja. Maar buiten het hof. Hij heeft het natuurlijk nooit kunnen bevestigen in het openbaar. Ja. Dus dat is eigenlijk de eerste keer dat hij het nu openlijk, ja, postuum dan bevestigt. Gaf hij iets aan van een soort moreel geweten over dit soort zaken? Buitenechtelijke verhoudingen, buitenechtelijke kinderen? Ja, hij vond dat redelijk normaal. Ik denk, ja, hij blikte bloos er daar niet over. Nee. Wat hij niet normaal vond, is dat hij die kinderen niet kon legitimeren. Die onwettige kinderen. Hij wilde dat, met dit verhaal heeft hij ze ook willen legitimeren. Zo van, ze bestaan. Deze bestaan wel, andere bestaan niet. Zonen in Londen bestaan niet, ja. Andere kinderen bestaan niet, maar deze 2 dochters wel. En hij had een morele plicht, vond hij zelf, om daar ook om die te erkennen. Een morele plicht ten opzichte van Alexia en ja. Hoe heet de andere nou? Alicia. Alicia. Alicia is de Amerikaanse. Ja, ze mochten niet verdonkeren maand worden. Nee, dat was zijn angst, dat ze. Ja. Dat ze is er een verklaring voor? Of hebben jullie die kunnen vinden waarom hij daar zo weinig last heeft van een geweten in dit opzicht? Dat kun je alleen maar vermoeden. Hij sprak erover inderdaad met een grote mate van zelfsprekendheid. Dat hij buitenechtelijke verhoudingen had. En dat de familie daarvan wist. Om te beginnen zijn eigen vrouw. Nou, ik heb 2 mogelijke verklaringen. Een diep geworteld antiburgerlijk gevoel.
dat zou kunnen kloppen met zijn cosmopolitische instelling, met zijn man van de wereld willen zijn, een niet-burgerlijke man willen zijn. Ik denk dat daar mogelijk een deel van de verklaring in zit. Het zou ook te maken kunnen hebben met oude opvattingen over 19e eeuwse landadel, waarin overspel sociaal... Dat hoort erbij. Ja. En het zou natuurlijk ook nog gewoon een megalomane egocentrist kunnen zijn. Ja, maar dat is niet per se een derde categorie. Die hoort daar... Want een landadel kan megalomaan egocentristisch zijn. En dat wordt toch wel vertegenwoordigd. Dat kan ook de bon vivant zijn. Ja. Pieter Boertjes, hij laat zich uit over zijn vrouw, koningin Juliana, die in het eerste jaar van de relatie in de oorlog zegt, ben je nog steeds verliefd, tweede jaar weer. En naar de derde keer denkt van, dat moet zo'n bijzondere vrouw zijn. Die moet voortaan maar deel van ons gezinnetje uitmaken op vakanties. Ja. Gelooft u dat? Ja, hij deed er wel erg makkelijk over. En wij hebben het natuurlijk nooit meer kunnen vragen. Want prinses Juliana was toen al niet meer in goede staat. Maar ja, we hebben zelf ons ook wel afgevraagd. En ook met hem. Maar hij nogmaals, elke suggestie in die zin, God, kan dit eigenlijk wel? En was het echt zo dat Juliana dat allemaal begreep? Zei hij, ja, zeker. En dan kwamen die zinnen die we ook allemaal opgeschreven hebben. Hij sprak met warmte over dat. Ja. Dat moet je niet onderschatten. Er was absoluut, voor zover wij dat konden beoordelen, was absoluut een soort... Schuldgevoel. Nee. Aantrekkingskracht en aantrekkelijkheid. Ook voor hem in die verhouding. Hij sprak er met warmte over dat het na 20 jaar, na die ellendige 20 jaar, na die ellendige Hofmansaffaire weer goed was gekomen. Ja. Dat stelde hij op prijs, dat vond hij prettig, dat vond hij aangenaam. Dus met andere woorden, hij verveelde zich niet bij die vrouw. Hij vond het niet niks. Er was een soort losverbondenheid, hè? Zoals de dominee dat ook zei op zijn begrafenis, bij Walter Linden. Maar goed, hij schrijft ook dat hij wil niet gezien worden als een scharrelaar, maar als een aardige man. Ja, dan moet je natuurlijk het leed wat je eventueel berokkent zo gering mogelijk maken door degene die je bedriegt neer te zetten als iemand die dat helemaal niet deed. Hij zag het niet zo. Hij zag het helemaal niet als een bedrieging. Nee. Hij zag het als een... Ja, dat is hem misschien overkomen. Hij zocht het ook wel. Hij zocht de grenzen altijd. Hij reed te hard. Hij vloog te onvoorzichtig. Dus ook zijn liefdesaffaires waren ook onvoorzichtig. Heel richtinggevend, mag ik dat zeggen? Ja? Was dat hij... wij zeiden, nadat die open brief was verschenen bij ons in de krant in februari, en we weer bij hem op bezoek kwamen, zeiden we, waarom heb je niet gereageerd op al die geruchten over buitenechtelijke verhoudingen? Nou, het antwoord dat hij gaf, dat was heel bepalend. Hij zei, omdat die open brief ging alleen maar over pijnlijke zaken. Dit was geen pijnlijke zaak. Dat was voor hem niet pijnlijk. Come on. Maar het was wel, want dat zei u net, een pijnlijke zaak voor de twee kinderen die eigenlijk niet erkend werden. Dat wilde hij dus goed maken. Heeft hij denk ik ook wel regelmatig gevraagd of hij dat kon doen. En daar heeft hij nooit toestemming voor gekregen. En dat vond hij zo, dat irriteerde hem zo, dat hij uiteindelijk deze weg heeft gekozen om dat publiek te maken. En dan nog even die dochters. Want de dochters zouden het ook niet erg vinden. Gelooft u dat? Nee, dat geloof ik. Zijn echte dochters. Ja, ze zullen misschien geen hoera roepen. Maar ik denk dat koningin Beatrix het verschrikkelijk vindt. Die wilde ook niet dat hier ruchtbaarheid aan werd gegeven. En van de anderen weet ik het niet zeker. Maar van de koningin wist hij dat ook. En ja, hij vond toch het belang. En in die zin zou je kunnen zeggen, is het ook wel een egocentrische man. Want hij koos gewoon voor zijn eigen belang, uiteindelijk. En hij heeft dat jaren niet kunnen doen. En ja, voordat hij doodging, wilde hij dat nog goed maken. Ben je daar niet mee eens, Jan? Nee, niet helemaal. Want je kunt ook zeggen, hij koos voor het belang van die twee onwettige dochters. Die wilde hij gelegitimeerd hebben. Nee, hij wilde ze niet in het schemerduister houden. Maar hij weet dat hij heeft ze ook nadrukkelijk in zijn testament betrokken. Ja. Hij wilde ze een officieel platform geven. Hij voelde zich moreel verantwoordelijk voor die twee. Maar een officieel platform zou bijvoorbeeld de bijzetting kunnen zijn. Ik denk dat dat weer een bruggetje te ver was. Ja, dan zou ze te kwetsbaar worden. Hij wil ze ook niet in het licht zetten. Liet hij zich daarover uit eigenlijk in het gesprek? Dat hij dat graag wel zou willen, maar dat hij begreep dat dat niet kon? Daar had hij niet zo over nagedacht, zei hij. En, hij zou het dus met Beatrix bespreken. Hij zou het bespreken en daar hebben we toen nooit meer vervolg op gehoord. Nee. Maar ik denk dat Beatrix heeft gezegd, nou, dat doen we dus niet. U kende hem al veel langer en u sprak ook vaker met hem. Zijn er nou heel veel dingen waar u weet van hebt die u niet hebt kunnen gebruiken? Nee, zeker niet. We hebben toch de meeste dingen die we hebben gehoord, hebben we opgeschreven, die van belang waren. Ja. Het was onze agenda.
Normaal moeten interviews met leden van het Koninklijk Huis worden goedgekeurd door de RVD, de Rijksvoorlichtingsdienst. Dit keer niet. En wat dat betreft past deze serie gesprekken met Bernhard in een patroon. Want een aantal keren heeft hij geheime gesprekken gevoerd met journalisten als zaken hem niet aanstonden. En soms koos hij zelfs de frontale aanval. Als een dergelijk blad zoiets durft te doen, dan loopt het langzaam aan de spuigaten eruit. En ik moet zeggen dat ik het enorm kwalijk heb genomen dat dergelijke leugens, en ik durf het hier te zeggen, leugens, een dergelijk blad staan. Prins Bernhard heeft altijd al journalisten ingeschakeld om zijn versie van de feiten te geven. Bijvoorbeeld in de Greet Hofmans-affaire, toen hij lekte naar een Amerikaans correspondent in Nederland. I got a call from somebody on behalf of Prince Bernhard, asking whether the prince would be in The Hague on a certain date, and could I meet him at the Hotel Dieu Doulin. I met him in the lobby. He took me up to a room, which is not a room he was living in, but a room he had taken for the purpose, with a table in the center, and he put down a bottle of scotch, and then he said, let's talk. And then he proceeded to tell me this whole story about Geert Hofmans. Without telling me that, I suspected that he really wanted to have the story out with a very big bang. Op het Forbes-lijstje van de superrijken stond ooit koningin Beatrix. Een boze prins belde het tijdschrift op, met als gevolg dat het Oranje-vermogen in 2003 door Forbes drastisch naar beneden werd bijgesteld. Ook sommige Nederlandse kranten hebben op verzoek van Bernhard corrigerend opgetreden als iets hem niet zinde. Hij belde regelmatig met de Telegraaf en eerder dit jaar publiceerde de Volkskrant zijn geruchtmakende open brief. Daarin maakte hij korte metten met enkele, volgens de prins, hardnekkige mythes. Het bestaan van buitenechtelijke kinderen bevestigde hij toen nog niet, maar er kwam ook geen ontkenning. Hij is al jaren natuurlijk, eigenlijk vanaf het de zogenaamde biografie van Klinkenberg, periodiek zeer geraakt door een aantal dingen die over hem of zijn familie worden geschreven. De prins deinsde ook niet terug voor uitvoerige gesprekken met journalist en republikein Martin van Amerongen van de allesbehalve koningsgezinde Groene Amsterdammer. Van Jeroen Krabbé en andere vrienden tot de Volkskrant. Bernhard heeft zijn laatste jaren gebruikt om het bestaande beeld over hemzelf bij te stellen in de door hem verlangde richting. De prins was zijn eigen spindokter, de PR-prins bij uitstek. Goed, heeft u dat ook zo ervaren, Jan Tromp? Ik zie u zo instemmend naar deze bijdrage kijken. Wat een tekst, zeg. Van de eerste tot de laatste zin. Ja. Is die tekst. Die kan in ieder geval niet gebaseerd zijn op het interview dat wij vandaag hebben afgeleverd. Ja. Zoals Pieter zegt, wij hebben onze eigen agenda gemaakt. Wij hebben zelf het initiatief genomen om de prins te spreken. Wij hebben zelf die U-bochtconstructie bedacht. Er is geen sprake van inhuren. Nee, je zou ook kunnen zeggen, Bernhard heeft u uitgekozen. Ja. Hij heeft een adjudant op u afgestuurd bij de Erasmusprijs een jaar of 7, 8 geleden en dacht, die broertjes die moet ik eens een keer zien, want ik ken zijn vader, de generaal. Zo is het. U bent een emotionele alliantie met hem aangegaan en hij met u. En dat was natuurlijk een belangrijke reden om met u dit testament op te maken. Dat was de basis. Ja, in die zin heeft u dus wel uitgekozen. In die zin heeft hij ons willen leren kennen en dat was de basis. En dat hebben we vervolgens journalistiek helemaal ingevuld. En op onze voorwaarden, met onze agenda, met onze vragen die we konden stellen. Wat waren uw voorwaarden? Dat hij openhartig zou zijn, dat wij het op zouden schrijven en dat hij uiteindelijk zou zeggen, dit is mijn verhaal. En dat niemand er wat van zou weten, dat het ons geheim zou blijven, dat de koningin er niks van zou weten, dat de RVD er niks van zou weten. Dat hij gek zou gaan schrappen. En dat het een product zou worden van ons drieën. Wat heeft hij geschrapt? Niet veel. Nee. Niet veel. Maar waar? Nou ja, wat hij geschrapt heeft, kunnen wij niet zeggen. Maar hij heeft, in het vuur van het gesprek of in zijn elan was hij soms wel eens persoonlijk over bijvoorbeeld familieleden van hem. Nou ja, persoonlijk, hij is loslippig. Ja. Het gaat er verder. Hij is natuurlijk loslippig. Een voorbeeld van die loslippigheid. Nee, Hij, dit verhaal is ook al dat je denkt, nou, dat,
gaat soms heel ver, hè? Hoe die over zichzelf vertelt en over zijn familie en over zijn relaties. En dan zijn er natuurlijk momenten dat je... die schrijft dat op en dan leest hij het terug. En dan schrikt hij er zelf ook nog wel eens wat van. Maar op zichzelf, als hij zich vertrouwd voelt, dan praat hij vrij uit. Maar zijn het dan loslippige kwalificaties over een familielid? Ja, kwalificaties. Echt niet belangrijk. En die niet belangrijk waren. Maar die, waarvan hij dan ook later zei, nou, dat moeten we maar niet doen. Nee. Nu zei u een interview dat toch enigszins geruchtmakend is. Natuurlijk geen enkel vergelijk met het interview met Prins Bernhard. Maar dat u werd afgenomen voor Vrij Nederland eerder deze maand, dat uw vertrouwelijke band zwaarder weegt dan het hoofdredacteurschap van de krant. Is u er al spijt van? U begint al te zuchten. Nee, ik wist dat u ermee zou komen, dus ik heb me er goed op voorbereid. Maar wat heeft u voorbereid? Nou, op die vraag. We hebben even een rollenspelletje gedaan voor deze uitzending. Ja. Maar nee, daar heb ik helemaal geen spijt van, want dat zit namelijk zo. We hadden een heilige afspraak met hem. En die was het belangrijkste van dit project, want anders zouden we het niet tot een einde kunnen brengen. En dat betekende natuurlijk dat toen die tijd van die open brief en de tijd dat anderen met primeurs kwamen, dat ik natuurlijk meer wist. Ja, maar niet publiceerde. Maar niet kon publiceren, omdat we deze afspraak hadden. Ja. Als je daar niet aan wil houden, dan moet je uiteindelijk dit project niet aangaan. Dan moet je met hem die afspraak niet maken. En die was heilig, voor hem en voor ons. Wist u de afspraak van Martin van Amerongen? Nee. We wisten dat hij gesprekken had met Martin van Amerongen en dat hij hem graag mocht. Dat hij op zijn graf bloemen heeft gestuurd. En dat deed hij alleen als hij goede vrienden was met iemand. Maar we wisten niet dat hij dat gesprek nog een keer geboekstaafd zou zijn en dat kwam tot die publicatie in De Groene van vorige week. Dat wisten wij niet. Dus eigenlijk had het hele verhaal onderuit gehaald kunnen worden. Hoezo? Nou, in de zin dat alles wat nu verteld is over twee dochters, of laten we zeggen, de hele sfeer had eventueel ook door Martin van Amerongen geweten kunnen zijn. Want dat wist u dus niet. Nou, maar we wisten wel dat hij niet die intensieve gesprekkenreeks had. Dat had hij ook tegen ons gezegd. Bij herhaling zegde hij ons toe dat dit voor hem ook een belangrijk project was. En dat we ons geen zorgen hoefden te maken over bevlekking naar elders. Maar het hoort heel erg bij hem om toch dan nog zo'n interventietje met Van Amerongen te doen. Okay. En toen schrok het, toen hebben we natuurlijk wel even met elkaar gebeld van wat gebeurt ons nu. Ja. Maar toen hebben we toch gezegd, wij hebben die afspraak en daar hebben we ons aan gehouden. En, heeft u het gevoel dat u door hem gebruikt bent? Nee. Nee, ik heb dat gevoel helemaal niet. Ik denk dat hij, net als zijn dochter Beatrix, ook vond dat op een aantal belangrijke dossiers de leugen regeerde. Ja. En dat zou ook het haakje kunnen zijn naar zijn eigen. Maar zijn dochter Beatrix wilde dit gesprek natuurlijk niet, anders had de RVD wel ja gezegd. Nou, die wilde dit niet en de RVD wilde het niet. En hij heeft haar ook nooit in vertrouwen kunnen nemen. Omdat als zij het zou hebben geweten, dan had zij nu een geweldig constitutioneel probleem gehad. Want dan had Balkenende haar gevraagd, majesteit, wist u hiervan? Als ze dan ja had gezegd, dan had wat lijnen en last geweest natuurlijk. Dus ze kon het ook niet weten. En dat had Bernhard ook natuurlijk heel goed in de gaten. Maar hij vond, die leugen regeerde, daar moest... Dat gif wat hij zegt in ons verhaal ook, dat gif, dat kon maar vrij doorcijpelen. Daar moest dat tegen ingemaakt. En daar moest een keer mee afrekenen. En dat heeft hij op deze manier moeten doen, na zijn dood. En het is journalistiek gesproken heel eerbaar, vind ik, om je daarvoor beschikbaar te houden. Ja. Voor de ontvangst van zo'n boodschap. Nou ja, omdat je vroeg, zijn we gebruikt? Hebt u er al spijt van? Nee, een talent voor ondergeschiktheid is heel erg mooi, Anton. Dank je wel. Politici waren niet Bernhards favoriete mensensoort. Hij trok zich weinig aan van de opvattingen van de verschillende minister-presidenten die hij meemaakte, terwijl ze wel politiek verantwoordelijk waren voor zijn doen en laten. Prins Bernhard had grote minachting voor de ministeriële verantwoordelijkheid. Van premier De Jong mocht hij destijds niet naar Griekenland, waar militairen aan de macht waren gekomen. Piet de Jong zegt, doe het in godsnaam niet. Ik dacht, ik doe het toch. Alleen premier Drees hield hem in bedwang. Hij trad op toen Bernhard een Dakota-vliegtuig zou krijgen in ruil voor hulp aan een colafabriek. Geen sprake van, zei Drees. Zo doen we geen zaken. De Dakota is er niet gekomen. Die fabriek ook niet. De prins logeerde in het Copacabana Hotel. Dat genoemd is naar de prachtige baai waaraan het gebouwd werd. De prins bracht voort zijn officieel bezoek aan de president van de Mexicaanse Republiek in diens landhuis de Los Pinos. Als reizend ambassadeur van het Nederlandse bedrijfsleven voelde Bernhard zich onaantastbaar. Een houding die hem in de Lockheed-affaire zou opbreken.
Hoogheid, mijn naam is Rick Emmer van Brandpunt. Mag ik u vragen, wat vindt u nou van al die beschuldigingen die u geuit zijn? Nee, nou, belaat dat u nou over vraagt. Wat zegt u? Nee, mag ik u... Samenvatten.